Het is begin januari niet bepaald het leukste weer natuurlijk om lekker buiten te gaan vissen. Ik zit achter mijn keukentafel en ik ga het vandaag met jullie hebben over peest. Ik krijg heel regelmatig de vraag van vissers van goh joh, hoe doe jij dat nou met je deeg als je op vijvers vist? Nou, ik doe het op zijn Belgisch. Hoe gaat het nou op zijn Belgisch? Normaal gesproken werk jij natuurlijk met die ready peest verpakkingen. Zijn op zich hartstikke goed, niks mis mee. Eén deel deeg, één deel water. Beetje mengen, 5 minuten laten staan en je deeg is klaar voor gebruik. Wat ik het nadeel vind van dit soort producten is dat ik niet precies weet wat erin zit. Ik weet niet precies hoe het zit met de kleefkracht, hoe hard het deeg is na een paar minuten. Dat wil ik graag weten en daar gebruik ik de winter voor. Nou maak ik ook mijn eigen deeg, zoals je al aanvoelt komen natuurlijk. En hoe doe je dat nou precies? Nou, ik gebruik daarvoor gekrunste harde pellets en gekrunste expanders. De expanders die zorgen voor de kleefkracht en de harde pellets die zorgen voor de zwaarte, voor de dikte van het product. Dan begint het probleem natuurlijk met het crunchen van deze producten. Nou, hoe doe ik dat nou precies? Daarvoor gaan we naar mijn schuurtje toe, want daar heb ik een cruncher staan. Dus ik zie jullie zo in de schuur. Nou, ik sta inmiddels in mijn schuurtje. Ik heb er een maalapparaat bij. Ik heb een bak met harde pellets en ik heb een bak met expander pellets. Wat is nou belangrijk als je dit soort dingen gaat doen? Want je ziet hier een maalapparaat. Nou zijn er al diverse maalapparaten op de markt. Je hebt mensen die met voer ook al zo'n apparaat gebruiken. En die slaten eigenlijk. En die moet je niet hebben. Want een van de belangrijke dingen bij het malen van pellets is dat er geen warmte vrijkomt. Dus wat moet je hebben? Je moet een apparaat hebben met schijven. Kijk, voor ik ga beginnen, toch nog even een stukje extra uitleg. Dit is een crusher. En deze slaat het stuk die ik hier in mijn handen heb. Koffiemolentje, die slaat het stuk. Ik zal het je laten zien. Kijk, dit is geen crusher. Deze slaat het stuk. Kun je overigens ook gebruiken. Maar als je dat gaat doen met zo'n apparaatje, koop er dan 2 in de plaatselijke rommelmarkt. Waarom moet je er 2 kopen? Omdat zo gauw je voelt dat die warmte ontwikkelt. Dus crush dan ook maar heel kort. Zo gauw het warmte ontwikkelt, zet je deze aan de kant, pak je de andere en laat je deze afkoelen. Het is funest voor de pellets, voor de gemalen pellets, om er warmte bij te hebben, want dan komen de additives, de olie, alles komt vrij. En die moet je nou juist wel in die gemalen pellets zien te houden, want die zijn belangrijk als je er deeg van gaat maken. Dit zijn de schijven die in het apparaat zitten. Crushschijven, zoals je kan zien, komen die naadloos op elkaar, draaien helemaal rond en dan wordt het gecrushed. En dit is nou precies wat we moeten gaan doen. Dus we gaan eens beginnen, want het wordt nu tijd om de pellets te gaan crushen. Nou, ik ga 2 dingen malen. Harde pellets en expander pellets. Ik begin met een kilootje expander pellets. In dit geval 4 mm. Maakt in principe niet zoveel uit of je 4, 6, 8 of 10 mm pellets gaat gebruiken. Ze worden toch gemalen. En het gaat natuurlijk om de pellet zelf. Eerste lading gaat erin. We gaan beginnen. Prachtig vormpje. Even niet te veel om te laten zien hoe het werkt. En het apparaat kan aan. Zet hier 3 instellingen in, van fijn naar grof. Nou, het is natuurlijk belangrijk dat die op fijn gezet wordt, want we willen het zo fijn mogelijk hebben. Dan kan ik nu aan de aan- en uitknop trekken en als het goed is, nou, de expanders zijn gemalen. Ik zal je laten zien hoe het eruit ziet. Als je nou kijkt, het is net stof. En dat is nou precies de bedoeling. Het is niet warm geworden. Alle bestanddelen zitten er nog in. We gaan nu de harde pellets malen. Nou, ik heb nu beide ingrediënten zijn gecrushed. Ik heb hier gecrushed harde pellets en ik heb hier een bak met gecrushed expanders. Dus we gaan nu aan de slag om zelf deeg te maken met ons eigen mix. Nou, ik zit weer in mijn werkkamer, oftewel de keuken in dit geval. Gecrushed expanders, gecrushed harde pellets. Deze zorgen voor de kleefkracht en deze zorgen voor de stevigheid van het deeg. Nu gaat het puzzelen beginnen natuurlijk, op zoek naar de meest ideale samenstelling. En het gekke is dat dat varieert per visser, per vijver, per vissoort. Ik begin 9 van de 10 keer met een 50-50 samenstelling. Dus ik pak 50% gekruste expanders en 50% gekruste harde pellets. Nou, pak het bakje erbij, die gaat de weegschaal op en dan kunnen we gaan beginnen.
Ik kies voor een 50-50 mengsel. Ik ga voor 100 gram van dit, 100 gram van dat en 200 cc water. Dus we gaan de boel eens vullen. Je kan als goed eens meekijken op de cijfertjes, want die beginnen te lopen. 100 gram, nou ja, ietsje meer vooruit. Dat is gratis, zal ik maar zeggen. Iets meer kleefkracht dan gepland. Dan pak ik hier 100 gram en je ziet wel dat dit wat zwaarder is, want het is van harde pellets. En dan kom ik uit op 200 gram. Deze bakken kunnen weg. Hij kan van de weegschaal af. We gaan er water aan toevoegen. 200 gram ruw materiaal en 200 cc water. Dus we mengen dat er gewoon rustig doorheen. Nou heb je het idee in eerste instantie dat het wel wat al te vloeibaar is. Maar je mengt het er gewoon doorheen en je moet het water even de kans geven om in te trekken. En dat gaan we nu dus doen. Het moet ongeveer een minuut of 5 staan. En over 5 minuten kunnen we weer verder. Nou, ik ben inmiddels 3 minuten verder. Het deeg begint al een stuk soepeler te worden. Dus nog 2 minuten wachten en dan gaat de eerste deeg het water in. Om te kijken wat het in water doet. Het is in principe bijna zover. Het is nog even wachten tot die wekker gaat. En dat kan nooit lang meer duren. Daar komt hij aan. Deeg is gereed. We kunnen gaan beginnen. Ik ga nu eens kijken wat het deeg in het water doet. Dus ik maak er gewoon een balletje van. Zoals je ziet is het deeg volgens mij nog wat aan de vochtige kant. Maar dat is niet erg. We gaan richting water en dan gaat het deeg zo het water in. Dit gebruik ik om het te testen. De eerste balletje gaan we het water in doen. Te kijken wat hij doet en hoe lang het duurt voor hij uit elkaar valt. Ik laat hem zakken. En dan zie je dat hij meteen al begint te wolken eigenlijk. Dit is het wolkeffect. En dan wachten we gewoon een paar minuten om even te kijken hoe lang het nou duurt voor het bolletje helemaal uit elkaar gevallen is. Je ziet nu dat het deeg in feite bijna helemaal uit elkaar gevallen is. Er is weinig meer sprake van een bol. Dus eigenlijk kun je zeggen dat dit deeg eigenlijk te weinig kleefkracht heeft. En nog wat aan de natte kant is. En dat klopt ook wel. Want dit is dus het soort deeg wat ik in het begin gebruik. Dan wil ik veel wolking hebben in plaats van kleefkracht. Als ik nu een stevige deeg wil, dan moet ik er dus wat meer gemalen pellets aan toe gaan voegen. Of ja, gekruste pellets om de goede substantie te krijgen. Ik heb hier natuurlijk een deeg wat te vochtig is, te weinig kleefkracht heeft, eigenlijk niet geschikt is om te gebruiken aan de haak. Maar dit kan dan wel weer deeg zijn om bijvoorbeeld te kuppen, om een mooie plek te krijgen op je stek waar die karper op blijft hangen. Nou, kortom, het is gewoon een kwestie van proberen, mixen, hoeveel procent dit, hoeveel procent dat, hoeveel water doe ik erbij, meer of minder. Probeer te gaan werken met dezelfde harde pellets en dezelfde expanders, want dan is de samenstelling 9 van de 10 keer hetzelfde. En voor de rest is het gewoon een kwestie van proberen en wachten tot het weer warm wordt, tot die vis weer actiever wordt en je veel beter met deeg kan gaan vissen om te kijken of al dat geknutsel in de winter ook werkelijk vis en prijzen oplevert. Want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk toch om. Nou, in een volgend filmpje gaan we verder over dit verhaal natuurlijk, want dit is de basis. Dan ga ik ook praten over hoe je nou deeg aan je haak bevestigt en wat voor dobbers gebruik je nou als je wil vissen met deeg. Nou, als je mijn filmpjes zo leuk vindt dat je als eerste op de hoogte wil zijn van mijn nieuwe postings, druk dan nog even op die abonneeknop als je dat nog niet gedaan hebt. En wij zien elkaar vast in de toekomst wel eens ergens aan de waterkant.